Beste zangers, beste deelnemers aan Resonance, komende zaterdag. Ik maak dit videootje omdat ik heel graag jullie allemaal persoonlijk zou willen uitleggen wat gaan we nou precies doen. Als ik het allemaal opschrijf in een e-mail of een document, dan vind ik het lastig om precies te zeggen van waar begin je nou aan. En ik kan me voorstellen dat je wel wil weten wat er gaat gebeuren en of je je kan voorbereiden. En wat er van je verwacht wordt op zaterdag. Nou, eigenlijk is het voor mij een hele belangrijke nieuwe stap die ik ga zetten als componist. Traditioneel schrijft de componist de noten, stuurt dat dan aan de muzici of de zangers en gaat vervolgens misschien repeteren of wacht gewoon totdat de dirigent de repetities doet en dan ontstaat er een concert. Nou, ik werk al jaren met een combinatie tussen zaken die ik precies schrijf, precies ontwerp en improvisatie. En dat is heel inspirerend. Improvisatie geeft ruimte aan experiment, maar ook om in te spelen op het moment. Dus als ik met een zaal en een groep zangers een concert aan het geven ben, dan zijn de elementen die geschreven zijn, die worden gewoon precies gerepeteerd, precies uitgevoerd, gedirigeerd. En de meer improviserende elementen, die laat ik afhangen van hoe de zaal reageert, hoe de mensen zich op het podium voelen. En zo ontstaat er iets wat heel organisch is. Resonance heeft al een traditie van een aantal jaar. Het is een concert wat gaat over de schoonheid van de klank. En niet zozeer over ingewikkelde noten en ingewikkelde harmonieën. De schoonheid van de klank hangt samen met de ruimte. Dus wat gebeurt er als je een toon zingt? Hoe klinkt die ruimte? Hoe galmt het? Wat er gebeurt er als je luistert naar elkaar? Je gaat elkaar helpen met de tonen. Je neemt klanken van elkaar over. Wat ontstaat er dan? Nou, het concept Resonance heeft een aantal prachtige uitvoeringen gehad. Onder andere in de Domkerk, de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de Martinikerk in Groningen. In Maastricht hebben we een mooie uitvoering gehad. Maar komende zaterdag maken we eigenlijk een hele nieuwe versie hiervan. In het verleden bepaalde ik namelijk precies wat, als het ware, de opdracht was om te zingen. Nu doe ik dat samen met ongeveer 20 anderen. Dat zijn zangsolisten, mensen met veel improvisatieervaring, maar ook klassieke dirigenten, koorleiders. Eigenlijk een team van creatieve muzici die met mij samen en met jullie dat concert gaan vormgeven. Nou, we beginnen de dag met het experimenteren in kleine groepjes. Je zult dus worden ingedeeld in 1 van 8 groepen. En elk van die groepen krijgt 3 keer een workshop. En elke workshop heeft een andere leider. Tijdens de workshop ontwikkelen we een aantal muzikale elementen. Dat kan misschien een eenvoudige melodie zijn. Misschien iets stukje meer stemmig. Misschien een bepaald soort improvisatieopdracht. En elk van die elementen die worden aan het eind van de workshop eenvoudig opgeschreven. En die krijgen een nummer. Nou, tijdens de try-outs middags en zeker 's avonds tijdens het optreden zal ik die nummers projecteren. En dan is het dus aan jullie de taak om te zien van, hey, wacht eens even, dat nummer heb ik voorbereid met mijn koor. We zullen ook de koren allemaal natuurlijk een letter geven en die letter projecteren. Dus je ziet een letter van je koor en een nummer van de opdracht. En dan weet je wat je op dat moment gaat doen. Nou, het spannende wordt natuurlijk voor jou. Snap jij, als je een letter ziet, wat je hebt voorbereid? En daar maken we nu een manier voor om iedereen de zaken ook nog op schrift te geven. Ik zal het niet allemaal uitleggen. Dat is meer, ik hoop dat je vertrouwen hebt dat we op die zaterdag proberen wat je in de workshop maakt heel helder uit te leggen wanneer dat ook tijdens het concert komt. En sowieso, als je het niet snapt, dan geldt, luister goed, doe mee waar je kan, wees stil als dat kan, als je wilt,
En nou ja, geniet vooral van ja, dat avontuur wat we samen aangaan. Nou, misschien heb je al vragen. Misschien heb je andere dingen. Er is een Facebookgroep, Deelnemers Resonance. Daarin kun je die vragen stellen. Vervolgens, ja, ik hoop vooral dat je zin hebt om in het diepe te springen met mij en de collega's. En dat we zaterdag een hele mooie dag gaan hebben.